Okay. Gaat het pijn doen trouwens? Als het goed is niet. Okay. Als het goed is valt het mee. Oké. Okay. Ja. Yo mensen! Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag een speciale video. Iets eerder dan normaal, want ik heb iets te vertellen. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat jullie een aantal vragen hebben gesteld. Ik kreeg heel veel de vraag. Kelvin, heb jij botox gebruikt? Heb jij iets laten doen aan je gezicht? Is mijn antwoord, heel eerlijk, ja. Ja. Dat kwam omdat ik de afgelopen tijd best wel een beetje rondliep met een bepaalde onzekerheid. Namelijk dat ik vond dat mijn lippen hier al, dat het niet vol genoeg was. Dat ik best wel een beetje zo'n gekke pruilmond had, wat ik gewoon kut vind. Dus op basis daarvan had ik besloten, ik dacht fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik besluit het gewoon, that's it. Ik ga onder behandeling. En dat heeft best wel wat geld gekost, als ik heel eerlijk ben. Dat was best wel een beetje duur. Maar ik ben er wel fucking blij mee, want ja, wat jullie zeiden klopt wel. Het is wel anders. En dat zag ik ook wel toen ik de video maakte en ik kijk natuurlijk soms naar mezelf in het schermpje. En daarin zag ik ook wel van oké, zullen mensen het doorhebben of niet? Ik wou er niet mee te koop lopen. Het is niet dat ik helemaal te koop wou lopen met het feit dat ik het had gedaan en dat het wou gebruiken. Maar het is gewoon meer dat jullie er allemaal over begonnen en vragen over stelden. Mensen gingen helemaal gek alsof het raar was of zoiets. En die hebben daar ook best wel hun mening over uitgelaten. Ik heb dingen langs die komen waarvan ik dacht, yo, chill out. Weet je, het is mijn leven. Ik mag zelf bepalen wat ik doe. En als jij het er niet mee eens bent, oké. Okay. Je doet gewoon, let's go. Maar dat maakt mij niet uit. In ieder geval was het zo dat nogal veel mensen zich op een of andere manier de geroepen voelden om een mening te hebben over het feit wat ik doe met mijn lichaam en met mijn hoofd. En ik wil daar heel veel met jullie over praten. Want het gaat niet zozeer over het feit dat ik het moet laten doen, maar het gaat meer om het principe dat we ons tegenwoordig allemaal geroepen voelen om heel erg onszelf te gaan bemoeien met wat andere mensen doen. Ik heb dus inderdaad wat aan mijn lippen laten doen. En ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik heb ook gevlogd terwijl ik het niet doe. Want ik wist niet zeker of ik daar iets mee wou, maar ik dacht, mochten mensen nou vragen stellen of het niet geloven, dan kan ik dat in ieder geval laten zien. Dus hierin heel even een stukje van mijn behandeling en hoe het ging en hoe het was. Veel plezier. Oké, mensen, het is zover. Ik ga mijn behandeling laten doen. Ik heb zelf gekozen om mijn lippen iets voller te laten zijn. Dus ik ben nu bij de praktijk. Dit is hem. Ik ben niet zo ervaren. Vind je het trouwens een probleem als ik film? Of nee, vind je dat niet erg? Nee. Oké. Okay. Nou, ik weet, mag de camera van hier neerzetten? Ja, ik wil dus iets aan mijn lippen laten doen. Ja, aan mijn lippen. Ik weet niet of het kan. Of dat het, ja, het zal vast wel kunnen. Ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Toen ik jou zag aanlopen, toen dacht ik van, die bovenlip kan echt niet. Ik denk dat het een goede dag is voor jou. We gaan er iets moois van maken. Nou, mensen, jullie horen het. Maar het kan dus. Het is dus gewoon allemaal mogelijk. Ja. Ja, ik ben zelf wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik merk het. Ja. Ik ga jou zoveel mogelijk gerust proberen te stellen. Oké. Ik ga alles goed uitleggen, alle stapjes, van de verdoving tot de behandeling zelf. Ja, waar allemaal dingen staan en zo. Ja, alle spuitjes, naalden. Oké. Oh, dit ligt al klaar, of hoe moet ik het zien? Nee, dit is gewoon voorraad van wat we gebruiken om verschillende behandelingen uit te voeren. Dus liggen, een canule is eigenlijk een naald, maar die heeft een stomp uiteinde. Oké. Dat ga ik gebruiken bij jou. Oké. Het voordeel van een canule is dat je minder kans hebt op zwelling, blauwe plekken. Ik geloof je. Ik geloof je advies. Ik weet zelf natuurlijk niet zo heel veel vanaf, maar ik leg bij deze mijn vertrouwen in jouw handen, letterlijk. Ik heb ook nog nooit überhaupt een operatie gehad of zo. Ja. Ik heb nog nooit iets gebroken, dus ik ben altijd een beetje, ik vind zulke ruimtes altijd een beetje lastig. Nou, wat ik denk is, kom gewoon in deze stoel zitten. Ja, dit, hier gaat het gebeuren. Hier gaat het gebeuren. Oké. Zet ik een klein beetje naar achteren. Oh, het is wel een lekker stoeltje. Het is wel... Oppas hoor, je slaapt zo. Ja. Zijn mensen vaak zenuwachtig of is het gewoon voor sommige mensen gewoon heel normaal? Is het normaal? Het is wel normaal om zenuwachtig te zijn. Ja, oké. Sterker nog, we zien altijd dat de mensen die flauw vallen zijn de mannen. Oh.
Oké, dus ik ga misschien flauw vallen. Waar ik mee ga beginnen, is ik ga eerst desinfecteren. Oké. Dus je mag gewoon rustig naar achteren leunen. Ja. Dit ga ik allemaal voor je desinfecteren. Alright. Het is alleen de bovenlip, hè? Alleen de bovenlip, ja. Klopt. Oké. Je krijgt een verdovingsprikje van mij. Ja. Eentje hier aan deze kant. Ja. Komt ie? 1, 2, 3. Ja, dat was hem. Oké. Doen we even aan de andere kant. Ja. Komt ie? 1, 2, 3. Ja. Gaat het? Ja. Je gaat nu ook al het gevoel hebben dat je lippen groot en gezwollen zijn, terwijl ze dat niet zijn. Maar dat is alleen het effect van de verdoving. Ja. Ja? Want het klopt dat het een beetje tintelt. Ja, en je gaat ook zometeen een raar gevoel hebben, dat je lippen een beetje doof voelt, dat je een beetje raar gaat praten. Ja. Ja? Nou, de verdoving is dus net ingebracht. Voelt een beetje, de lip tintelt een beetje. Het zal wel de bedoeling, het zal er allemaal bij horen. Ik heb überhaupt niet zo heel veel ervaring met verdovingen en zo ook, dus... Dus we gaan nu beginnen. Oké. Wat is dit? Ja, dus dit is een gel, dus een hyaluronzuur is dat. Ja. Dat is een tijdelijke filler. Oké. Dus je lichaam heeft de mogelijkheid om het zelf op te lossen. Oké. Dus binnen een jaar is het allemaal opgelost. Binnen een jaar? Ja. Oké. Alright. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Gaat het pijn doen trouwens? Als het goed is niet. Oké. Als het goed is valt het mee. Oké. Ga ik, ja? Ja. Komt ie? Alright. Oké, dat was het. Dat is deze kant. Oké. Andere kant ook nog. Ja, andere kant ook nog. Iets anders wil ik doen, moet je het zeggen. Ja, als nee, ik, het gaat goed zo. Oké. Alright, gaan we verder met deze kant. Ja. Begin ik aan deze kant. Ja. Alright. Heel goed, heel goed. Oké, that's it. That's it. Oké. Dit was het. Ja, dat is het. Je ziet nu gelijk. Ja, je ziet het wel meteen, ja. Eerst was ik gewoon... Nee, je ziet wel meteen dat het effect heeft. Ja. Toch? Ja. Is het een beetje goed gelukt? Ik kan nu weer een straat. Nee, maar ik wil het wel terugzien. Over een weekje of zo. Oké. Kijken we even of alles nog goed zit. Ja, precies. Maar gewoon even checken. Het kan een klein beetje gaan zwellen. Ja. Dus ik wil eigenlijk terugzien als de zwelling helemaal weg is. Ja. Want dan kan je praten over een resultaat. Oké. Hartelijk bedankt. Goed gedaan. Nog een fijne dag. En als er iets is, dan bel ik wel gewoon. Goed. Oké. Doei. Dag. Oké, de behandeling zit erop. Ik ben zelf wel heel tevreden. Ik weet niet precies wat jullie er allemaal van vinden. Maar ik vond het in ieder geval een hele aardige man. Dus dat was heel nice. En hij was gewoon... hij stelde me gewoon op mijn gemak. En voor de eerste keer vond ik het natuurlijk super spannend. De verdoving is inmiddels weer een beetje uitgewerkt. Dus het voelt ook iets beter en doet verder geen pijn ofzo. Dus dat is nice. Hopelijk hebben jullie er niet te veel problemen mee dat ik dit gedaan heb. Ja, is het accepteren jullie nog om wie ik ben? Dat zou. Het is heel raar dat ik dit van jullie vraag, want het is in principe gewoon normaal dat je iets aan jezelf laat veranderen. Maar ik moet wel zeggen dat ik, alsof we zeggen, gewoon wc-papier in mijn mond zit. Oh, boys! Nada! Oké. Met z'n ene pil. Dik en vette. Kijk in je wil weer. Let's go. Ik gun het. Dit was echt. Ja, ik weet niet. Het was inderdaad geen behandeling. Natuurlijk niet. Ga ik, ja? Ja. Komt-ie. Natuurlijk heb ik niet zo'n mondje, mensen. Natuurlijk praat ik niet op deze manier. Ik dacht een aantal maanden geleden al, toen de hele commotie was over dat bepaalde YouTubers en vloggers en bloggers dat aan het doen waren, dacht ik, hey, wat als ik de ultieme 1 april grap doe, waarin ik, Calvijn, een van de meest cynische YouTubers op aarde, ga doen alsof ik mijn bek heb laten verbouwen. Ik wil er nog wel even bij zeggen dat ik dit niet had kunnen doen zonder de samenwerking met Doctors Inc. Ik heb ze hun het verhaal verteld en de grap uitgelegd. Ze vonden het superleuk en ze wouden meewerken. Ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Dus bij deze dikke shout-out naar jullie. Jazeker, dames en heren. Het is niet normaal. Je had het niet zien aankomen. Het is 1 april. En dat betekent dat ik jullie in de maling heb genomen. Sorry daarvoor. Ik wil het goed maken. En dat doe ik door de officiële lancering van Calvin 2017. Yay! Hey. Niemand. Oké. Oh man. Zelfde Sophie. Gisteren gaf ik deze dingen van Happy Socks kaarten voor Kingsland. What the fuck is he doing? I'm fucking red. Kaarten voor Walibi. I'm fucking get this. I'm out of here. I'm fucking out of here, man.
belletje op mijn hoofd. Mocht je nou al langer kijker zijn van mijn kanaal, hallo, leuk dat je er bent, ik hou van je. Ik zal het concept heel even kort uitleggen. Vandaag komt er een video online, straks om 4 uur. Dat is gewoon een normale Calvijn video, oké? Dus vandaag komen er 2 video's online. In die video vraag ik jullie om de video te liken. Als jullie binnen 24 uur dan 4000 likes halen op die video, komt de dag daarna weer een video. En zo gaat het aantal likes steeds omhoog. Dus zondag komt er een video van 5000 likes. De dag daarna op maandag komt een video waarin we 6000 likes moeten halen, et cetera, et cetera. Dat is iets wat jullie natuurlijk moeten gaan doen. Liken voor meer video's. En ik doe daarvoor iets terug. En dat is door jullie elke dag te belonen met een prijs. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen gratis sneakers zijn, dat kunnen dagjes weg zijn, dat kunnen kleding zijn, dat kan alles zijn. Elke dag wordt er een nieuwe prijs bekendgemaakt. En het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die prijs is een reactie achter te laten onder de video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dat maak ik elke dag op mijn Instagram story. Dat is Calvijn. Hier, Calvijn. Lekker. Ik ben er klaar voor. Ik heb er fucking veel zin in. Ik wil me nog wel eens even verontschuldigen voor het feit dat ik jullie voor de gek heb gehouden. Maar goed, weet je, je moet gewoon tegen een grapje kunnen. Zijn we klaar voor Calvin 2017? Vanmiddag de allereerste Calvin video, dus ga er lekker voor zitten. Geniet ervan, dames en heren, jongens en meisjes. Ik zie jullie straks met een leuke video. Bang bang, Calvin out. Wow.